Goedemorgen, het is woensdagochtend en in mijn straat heb ik leuke oranje vlaggetjes. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Het gaat vandaag over Fashion Chick elke dag een look. Ik wacht nu op mijn taxi, die brengt me naar de locatie. We gaan draaien bij het Scheepvaartmuseum. Alle spulletjes liggen nu hier klaar. Ready for some action. Zonnetje schijnt nog, blauwe lucht. Dus ik hoop dat het zo blijft vandaag. We hebben dus nagels net gelakt, dus er kan even niet schoenen aan. Dus dan doen we het zo. Nou, we zitten nu al in de Toyota. Onderweg naar locatie nummer 1. We gaan nu de look draaien met heel veel groen, bloemen en roze. Vind je ervan dat je nu in Fashion Chick zit? Heel leuk. Loca nummer 1. Nou, het regende dus net best wel hard. Maar gelukkig is het nu weer droog. En ik heb een vet leuke fotofilmband achter me. We gaan nu de volgende look draaien met Annelieke. Zometeen gaan we de look even aan je laten zien. En de auto natuurlijk. Outfit on fleek. Dit is de look van Annelieke. Een heel mooi blauw Grieks pakje. En dit is de auto. Dam, dam, dam. Dun, 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 dun. Het heeft net geregend, hè, jongens? Ja. Maar we doen alsof het zomer is. Hey, en wat zijn we aan het doen hier vandaag? Shooten voor Toyota. Ik heb leuk. Een hele mooie auto van Toyota gekregen voor een jaar. Wauw. En heb je er al in gereden? Nee. Spannend. Ik straks voor het eerst in rijden. Oh, leuk. Oh, je auto is zo mooi. Ja, ik ben super blij. En waarom heb je gekozen voor deze kleur? Hij is zwart, hè? Ja, ik dacht, als ik kijk naar mijn eigen stijl, is dat toch wel wat chiquer. Ik wil ook de auto een chique uitstraling geven, dus ik heb hem sowieso zwart gehouden. Vind ik ook het mooiste, ook mijn favoriete kleur qua outfit. Ik zou moeten denken aan een auto, dan heb ik het liefst een zwarte auto. Dus dat is helemaal goed gekomen. Dus eigenlijk heb je je auto aangepast aan je stijl. Ja. Dus het is super fashion gewoon. Fashion statement. Het is een fashion car. Yeah. Pretty blue sky. Pas mooi bij je look. Liefie, wat is het eerste wat je gaat doen in je nieuwe auto? Ah! Met een open dakje rijden. Ja, zo leuk! Veel plezier met je auto, liefie. Love you. Love you too. Nou, dat was de tweede look van vandaag. En nu gaan we door naar look nummer 3 met Larissa van From Heads to Heels. En we zijn nu weer op een heel gezellig plekje in Amsterdam. Met de volgende Toyota Aygo. En deze is van Larissa. En haar thema is sassy. En daar is de sassy girl, Larissa. Het thema bij Larissa is sassy. En bij sassy denk ik aan verleiding en sexiness. De look van Larissa wordt best wel sexy. Ze heeft een kort denimbroekje aan, wat natuurlijk mega cool item is deze zomer, want dat past bij alles. Daarbij een maritiem vibe jasje, namelijk een soort van sailor lookje. En een kanten top erbij. En die kanten top is off-white, net zoals haar auto. En wat zo cool is dat haar auto ook rode accenten heeft. En haar outfit ook. Dus het is gewoon een mega match met haar Toyota Aygo. Dus match je auto bij je look. Ja, ik heb dus mijn eigen Toyota Aygo Sassy mogen samenstellen. Tenminste, Sassy is de naam die ik eraan heb gegeven, omdat het ook bij mijn stijl past. De auto heeft heel veel contrast. Wit met zwart natuurlijk. En dan dat rood, dat maakt het lekker pittig. Ik hou ervan om heel veel contrast in mijn outfits te hebben. Dus bijvoorbeeld het iets vrouwelijks, maar dan wel met wat stoers erbij. En in de auto zie je dat ook weer terug. Dus die heeft wat stoere elementen, stoere velgen. Maar tegelijkertijd heeft hij wel in de basis gewoon een lekkere frisse look. En zo past hij dus eigenlijk altijd bij mijn stijl. En ja, ik ben gewoon super fashionable. Dus ik kan niet wachten om erin te gaan rijden. Ik zie dat je automat ook rode details heeft. Ja. Hoe rijdt je auto, je nieuwe waggie? Zo heerlijk. Niet normaal. Ik denk dat we niet alleen qua fashion op elkaar zijn afgestemd, maar ik voel hem ook echt. Ook op drive. Ook op drive, ja. Yeah. Goedemorgen. Het is weer een nieuwe draaidag voor Fashion Chick elke dag een look. Zoals je net hebt gezien, hebben we gedraaid met Larissa en Annelieke. Ze hebben een vet coole auto ontworpen voor Toyota. Maar ze zijn niet de enige, want mijn non-tailstra heeft ook een hele coole auto ontworpen. Ik heb een look voor haar samengesteld, wat ik bij de auto vind passen. Zodat je je look lekker kan aansluiten bij je auto, zodat je één grote match bent. Nou, het is een heel cool rood jurkje met mega chunky hakken en een onfleek tasje. Ga ik zo meteen allemaal even aan je laten zien. Ik ben benieuwd. Ik heb er zin in vandaag. Ik ga je meenemen behind the scenes en ik ga je laten zien hoe cool de auto is geworden van Manon. Nou, blijf lekker kijken. Neem ik je mee. Hoe leuk is je look?
Leuk, hè? Ja. Pas bij mijn auto. Ja, vet leuk. Ja. Rood jurkje met ruffles. En een vet coole tas met een print met een soort van handjes erop. Love it. Heel leuk. Via Sedenza hebben we die geshopt. En hele edgy, funky, chunky hakken. En je haar is ook mooi. Make-up on fleek. Oh, kijk. Oh-oh. Het is eigenlijk behoorlijk vol hier. We zijn dus de locatie aan het checken van look 2 voor Toyota. En dat zou het Westgasterrein zijn. En die is dus nu nogal bezet. Oepsie. Ik ben benieuwd hoe dat afgedoken. Oh ja, en we hebben zometeen ook nog een special guest. Maar daarover later meer. En nog een dingetje. Ik had schoenen besteld vanuit Parijs. Nou ja, vanuit Sedenza. Mijn hoofdkantoor zit in Parijs. En dat wordt nu per courier gebracht. Maar dat is er nog niet. Dus dat is nog even spannend voor de look van Manon. Anders moet ze blote voeten. Ook leuk. Yes, hij is er. Ik word net teruggeroepen, gelukkig. Chill. Daar is de koerier. Ja. Met het levensreddende pakket. Gelukkig. Yes, het pakket is weer van Sedenza. Speciaal met de koerier hierheen gebracht. Manon, kom je zo hierin voor schoenen kijken? Oh my god. Dit zijn echt de allermooiste schoenen in de wereld. Katy Perry, jongens. Oké, ik ben dus heel blij met deze schoenen. Zo leuk. Dus we gaan eindelijk bekijken hoe die aan de binnenkant eruit ziet. Oh, ik zit alweer op een designertas. Hi girls! Zeer belangrijke essentials in de auto. Gucci bril, auto erop. Jongens, de hoofdrol! De hoofdrolspeelster, onze special guest van vandaag. Super extra leukigheidje aan deze auto. Heeft heel bedankt. Yes! Ondertussen op de set. De scone. Half afgegeten al. Zo lekker. Vertel even over je Toyota Aygo. Nou, ik heb een Toyota Aygo gecustomized met een rood accentje. Dat vond ik wel heel vrouwelijk, maar toch ook stoer. En vandaar ook de naam Edgy, want dat past wel bij mij, denk ik. Het is rood met anthraciet grijs. Ja. Of... hij is charcoal grey en de velgen zijn ook gewoon wat donkerder. Ja, wat stoerdere uitstraling heeft. Mega onfliek met je auto. Bye girl. Doei. Dankzij de 3 fashion editions van de Toyota Aygo, sassy, edgy en chic, rij jij voortaan in de stijl die helemaal bij jou past. En dankzij de Toyota Private Lease is deze auto al vanaf 7 euro per dag van jou. Dat is toch een top deal, toch Bailey? Het is ook nog eens mega overzichtelijk, want je betaalt niet meer apart voor reparaties, onderhoud, wegenbelasting, verzekering. Het enige waar je nog voor betaalt is je brandstof. Nou, dat willen wij wel, hè? En met het optionele Private Flex Lease kan je na een jaar ook een maandelijks opzeggen. Wil je meer informatie? Ga dan naar fashionchick.nl/Aygo. En dan zie ik jou binnenkort on the road. Goedemorgen. Het is weer tijd voor een nieuwe opnamedag vandaag. En de looks staan erop met de bloggenmeiden. En nu gaan we naar de studio met Yara de teksten opnemen. Want we hebben natuurlijk van alles te vertellen over de looks. Nou, vandaag kom je te weten waarom Annarieke kiest voor een off-shoulder top. En waarom we rode hakken hebben gekozen bij Larissa. En waarom we een rood jurkje hebben gekozen bij Manon. Want het heeft natuurlijk allemaal te maken met de coole Toyota Aygo. Want ja, ik bedoel, jouw smaak en stijl moet natuurlijk passen bij je auto. Achter mij is de studio, de Playing Circle. En nou, daar gaan we nu even naartoe kijken hoe het eraan toe gaat. En nou ja, alles zal waarschijnlijk helemaal onfliek zijn. Ben benieuwd. Hey Circle, goedemiddag. Hoi, Fashion Chick. Dankjewel. Thank you. All the way up. Elke dag een look behind the scenes. Ik ben heel benieuwd wat jij van de looks vindt en wat je van de auto's vindt natuurlijk. Want ik ben ook heel benieuwd welke stijl bij jou past qua auto. Is het edgy of is het chic of is het sassy? Laat me hieronder eventjes weten en klik op het duimpje als je het heel leuk vindt. En ga naar fashionchick.nl om alle looks te shoppen, want hallo, dat wil je toch? En dan zie ik jou weer bij de volgende video. Doei! Ik zie dus ook dat je badmat, nee? Mijn badmat. Oké, let's go! Hey, lukt me niet. Hey ho, let's go! Vroom, vroom, vroom! Wapapoe! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to... oh, je moest hem afmaken. Move it! Mijn mond.